mijn naam is Rutger en welkom bij deze allereerste februari video. Deze hele maand komt er elke door de weekse dag een nieuwe video online. En we gaan maar liefst 4 series doen. En vandaag is het tijd voor de allereerste aflevering van de allereerste serie. Opnieuw jong. Weet je wat het is? Ik weet al niet meer wat ik gisteren heb gedaan. Laat staan wat ik nog weet hoe mijn jeugd was. Misschien dat ik het expres ben vergeten omdat het traumatisch was. Maar ik heb gewoon geen idee meer. En daarom ga ik in de serie Opnieuw Jong mijn jeugd opnieuw beleven. En we beginnen vandaag echt bij het begin. Het belooft echt de ergste video van mij ooit te worden. Maar voordat ik de gast van vandaag erbij ga halen, geef deze video eventjes een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, want elke dag komt er een nieuwe video online. Ik ga de gast van vandaag erbij halen. Thomas? Ja? Ja. Yay! Ik ben er! Ik vind het heel erg leuk dat je mijn allereerste gast wil zijn deze maand. Ik vind het voor nu ook nog leuk, maar ik weet er niet wat we gaan doen. Nou, ja, je weet al wel Opnieuw Jong, dat heb ik je verteld. Ja. Ik wil eventjes eerst van jou weten. Hoe was jouw bevalling? Hé, hey joh, dat weet ik toch niet meer. Nou, precies! En dan in de buik, hoe vond je dat? Heerlijk. Ja? Nee, ik kan er ook niks meer van herinneren. Precies, en dat is toch jammer, want je bent 9 maanden, ben je aan het chillen in je moeder. Dat klinkt heel raar. Maar je weet er niks meer van. Maar, wat ik wel denk, weet je, als ik in bad lig, dan doe ik soms wel zo mijn oren dicht en zo. En dan ga ik zo, dan voel ik me wel eens heel zen en denk van, oh, misschien is dat iets wat met vroeger te maken heeft. Dat wilde ik vandaag gaan doen. We gaan vandaag simuleren dat ik in de buik van mijn mama ben. Want ja, ik wil gewoon weten hoe dat is. Dat is toch een goed idee, jongens. Kun je dat niet in je eentje doen? Nee, want ik heb jou nodig, want jij gaat mijn moeders lichaam spelen. Ik ga niet in je. Maar je moeder is ook heel smal even tussen. Ja, ik snap niet dat ik daarin paste. Dat dit daar een vlek nee. op je shirt. Nou ja, wacht maar af. Straks wordt het één bevlekte boel. Het is echt een hele rare video. Klopt, nu. Welkom bij februari. Ik ga me eventjes omtoveren tot voetes. Waarom verleed ik mezelf in deze video? Waarom doe ik dit? Dit is heel leuk. Wacht jij eventjes hier? Dan gaan wij eventjes naar de voetesruimte. Oké, jongens. Ik ben nog maar net geland in Australië. Hier is het Voetes Instituut. Waar je jezelf kan laten omtoveren tot voetes. Dr. Fu zit hier binnen. Dus ik ga eventjes bij hem langs. Dan ben ik zo terug als voetes. Ik ben de wandelende baby. Jezus man, wat heb je aan? Wat is dit ook voor dubbele broek? Ja, dat was van de damesafdeling. Echt? Dat zijn nog slijmvliezen. Het lijkt alsof je behandeling hebt gehad. Een soort van de Rijke Helwegen gezicht heb je nu. Kijk, je oren zitten ook helemaal gespannen, kijk. Ik hoor ook bijna niks, maar dat is niks nieuws. Ja, je zit me heel raar aan te kijken en volgens mij zitten we nog niet helemaal op één lijn waarom ik dit nou precies wil. Ik snap op dit moment echt niet waarom ik al 4 jaar met je volhoud. Maar dat is het precies. We kennen elkaar pas 4 jaar, ja. Maar eigenlijk het meest bijzondere moment van mijn leven, al moet ik mijn moeder geloven, is dat ik geboren werd. Daar ben je niet bij geweest en ik wil alles met je delen. Nee, maar ik denk niet dat ik daarbij wilde zijn toen jij moeder... Ja. Sorry Kenny, ik vind je lief, maar dat gaat echt een stap te ver. Nee. We gaan het allemaal simuleren. Ik kan niet wachten om weer terug de buik van mijn moeder in te gaan. Zullen we het doen? Leuk! Laten we dit gaan doen! Kom! Leuk! Oh! Dat is echt niet goed voor het gehoor van de voetes. Ik had ook niet zo... Ah! Welkom. Kijk, hier achter ons bevindt zich de baarmoeder. Een bad. De baarmoeder. En die gaan we nu vullen met vruchtwater. Met Thomas. Nee, helemaal niet grappig! Kusje? Nee. Oh. Oké. Okay. Jongen. Nee! Oh, koud! Zo, nu kunnen we verder. Wacht, ik ben heel nat. Visagie! Waar is de visagie? We gaan er even van uit dat we een gezonde moeder hebben. Van een lichaamstemperatuur van 37,3 graden. Dus daar heb ik hem op ingesteld. We sluiten! Hoe noem je dat? De... Ja, mijn moeder heeft geen afvoer, hoor. Nou, jawel. Hoe heet dat gewoon? De kut? Nee, ja, dat kan je niet... We sluiten nu... De vagina. De baarmoederhals, dat bedoelde ik. Sluit de baarmoederhals. Alsof een moeder zo gevuld wordt in één keer. Ik heb zo'n goede voorlichting gehad dat ik weet dat er bloed zit in de moeder. Dus ik heb hier bloed. Wow! Alsof iemand nog gesteld is in bad. Gadver.
En door. Zo is het wel rood, toch? Je moet je er wachten. Ik heb meer oranje. Nee, het is rood. Laat even weten, is dit rood of oranje? Dit is echt rood. Je neemt het niet serieus. We zijn bij mijn geboorte. Ja, oké, daar gaan we. Oh. Dit bad vullen duurt echt een half uur, hè? Dat weet ik. Nou, dan halen we in ieder geval de 10 minuten heen. Hey, een baby die poept ook in de moeder, hè? Denk je daar wel eens over na? Ja, raar, hè? Wanneer komt dat eigenlijk eruit? Ik moet er bij jou echt heel veel scheid mee komen. Bij mij was het goud. Oh, dat was een vaginale scheet. Oké, ik denk dat de baarmoeder genoeg gevuld is met vocht, maar zo'n lege baarmoeder, dat ligt natuurlijk helemaal niet zacht, dus ik heb wat weefsel gehaald. Weefsel? Ja, het klinkt ook echt heel goor wat je nu zegt. Ik heb 30 sponsen. Die kunnen we erbij doen, want dan ligt het lekker zacht. SpongeBob, SpongeBob. Het stinkt! Dan moet je ruiken. Heel goor. Ja. Gaan we straks ook een moederkoek eten? Gaat ons YouTube-carrière. Nee, hier begon het. Oh, nou, het zit erin. Ja, Louis, dat jij lekker in je moeder mag. Het is heel raar, je mag in je moeder. Maar nu wil ik dus zometeen echt ervaren hoe het is om in de buik van mama te zitten. Ik kan dan ook ademen, dus ik heb een navelstreng. Hierdoor kan ik ademen. Ja. Dus zal ik dat eerst doen? Dat je erin gaat? Ja. Ja, is goed. Ga erin. 3, 2, 1. Volgens mij komt er geen lucht doorheen, want daar zit het gebogen. Is het fijn? Leuk? Wat een saaie video dit. Gaat het goed? De techniek heb ik nog niet helemaal onder controle. Misschien moet je toch andersom, dat baby nog gedraaid moet worden. Goed zo! Ja, nu past het! Oh! Dit ging best goed! Oké, dit is de techniek. Wat doe je? Gaat het goed? Het schijnt dus, heb ik gelezen, dat baby's heel erg genieten van de hartslag van hun moeder. Dus ik wil dat je even kijkt waar ik het ook weer heb gelegd. Ik heb een verrassing voor je. Het ligt daar. Nee, dit is een trommel. En hiermee mag je de hartslag van mama simuleren. Linkerkamer, rechterkamer. Linkerkamer, rechterkamer. Nou, deze heeft een stoornis. Ja. En dan ongeveer 100 slagen per minuut. Ik ga nu weer onder water. Ik word je heel rustig van. Er komen allerlei herinneringen weer naar boven bij mij. Bij jou ook? Nee. Ik wil een pret-echo van mezelf. Ik heb hier een soort speciaal echo-apparaat voor voetussen. Ja. En hiermee ga ik een selfie maken. Dan heb ik een pret-echo van mezelf. Heel mooi. Je komt hier. 3, 2, 1. Minder bubbelen. Ja, ik denk dat wij een hele mooie pret-echo hebben gemaakt. En nu? Nou, nu gaan we naar 2 september 1989. Een mooie dag uit de geschiedenis van de mensheid, want ik kwam ter aarde. Dus, jij mag de vliezen breken en daar hebben we hier een knop voor. De vliezen zijn gebroken. Gerard Fink. True. Nou, ik denk dat we klaar zijn voor de baby shower.
Nou, daar zitten we dan, jongens. Hoe vond je het om mijn bevalling mee te maken? Dit vergeet ik nooit meer. Nee, ik nu ook niet, want ik wist het niet meer. En nu, ja, dat waarschijnlijk wel. Het is wel zeer traumatisch. Maar ik vond het in ieder geval erg leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Als dat zo is, geef het jullie eventjes een duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En als je meer van Thomas wilt zien. Als je hem nog meer wilt zien trommelen. Na deze video wil je dat echt niet. En morgen ben ik weer terug met nog een opnieuw jong video. Dan met Gio. En dan kun je zien hoe wij voor een dag baby zijn. Dus dan ben ik geboren. Je hebt al een baby met Sean. Ja, dat gaat morgen verder. Om 4 uur komt hij online. Maar tot die tijd, stay fabulous. Doei doei.